Het is al de derde dag van schrijven en de derde dag dat het goed gaat. Ga lekker steady. Het gaat gewoon lekker. Het wordt een mooi boek. Met goede theorieën in. En ik ben vooral heel benieuwd wat andere mensen ervan gaan vinden. Want ja, dat het logisch is in mij en over betekent nog niet dat het logisch is in het hoofd van een ander. Tja, ontpop me echt als schrijver zo. Vanmiddag staat in het teken van iets anders. Vanmiddag komt er een vriendin van mij langs die net is begonnen met ondernemen. En die heeft wat vragen, want ja, weet je, het is toch altijd spannend om te beginnen met ondernemen. Helaas kan ik er niks van laten zien, aangezien zij heeft aangegeven niet op camera te willen komen. Dus dat gaat helaas niet. Ja, dat respecteer ik altijd van iedereen. Maar wat wel leuk is, is ik ben heel benieuwd naar de vragen die zij gaat stellen. Want dat kan ik natuurlijk wel met je delen. Want ja, er zitten toch wel wat interessante dingen aan het beginnen met ondernemen. En voor mij is dat alweer, wat is het? Bijna 5 jaar geleden dat ik ben begonnen. Dus die periode is heel ver weg voor mij nu. Maar misschien dat ik er een paar vragen van haar, dat ik wel achter iets kom waarbij ik denk, hey, dat is leuk om met jou te delen over ondernemerschap en hoe je daar eigenlijk aan begint. Ze heeft nu echt een idee en dat wil ik met haar gaan omvormen naar een organisatie. Dat is een hele boeiende periode van hoe ga je nou van idee naar onderneming. Dus dat, tik hem aan de bak. Nou, de vriendin van me is weer weg. Het was echt een boeiend gesprek. Zo, ik ben wel echt weer teruggebracht bij het begin van mijn onderneming en hoe belangrijk dat is. Wat ik wel leuk vond is we hadden op een gegeven moment een gesprek over dat het moeilijker is uit te leggen hoe je begint dan hoe je gevorderd wordt. Dat merk ik voor mezelf nu ook met het boek schrijven. Schrijven over de dingen die ik boeiend vind, dat vind ik eigenlijk niet zo moeilijk. Dat zijn de dingen waar ik nu mee zit, de vragen die ik nu heb. Ja, weet je, daar zit ik zelf in. Dat is een proces waar ik zelf in zit en dat vind ik eigenlijk niet zo moeilijk om daarover te schrijven. Het moeilijkste wat ik vind om over te schrijven is waar je mee te beginnen hebt. Want dan moet ik namelijk helemaal terug naar de tijd dat ik begon en dat ik eigenlijk nog niks wist over persoonlijke ontwikkeling, om daar te ontdekken wat waren de vragen die ik toen had. Wat was waar ik toen tegenaan loop en wat was wat ik toen dacht wat de oplossing was voor mijn probleem. Een van de grote regels bij ondernemen is namelijk dat er is een reden waarom klanten komen en er is een reden waarom klanten blijven. En die is vaak totaal verschillend. De reden waarom klanten komen is vaak de oplossing die zij denken wat de oplossing is voor hun probleem. Deze klopt vaak niet. Einstein heeft er ooit een keertje iets slims over gezegd. En dat is dat een probleem kan niet opgelost worden met dezelfde manier van denken als waarmee je dat probleem gecreëerd hebt. Dus je hebt op een andere manier te bedenken om een oplossing te komen. En dat is waar andere mensen heel behulpzaam kunnen zijn. Want die denken namelijk op een andere manier die jou eruit kunnen trekken. Dus als je een onderneming start, moet je marketen met de schijnbare oplossing voor het probleem. Wat mensen denken van, oh ja, als ik dit zou doen, dan volgens mij los ik het dan op. En terwijl je het doet, geef je de echte oplossing voor het probleem. Dat is wat ik ook heel vaak doe in mijn workshops. Ik market met hele andere dingen dan waar de uiteindelijke workshop echt over gaat. En dat komt omdat ik door de jaren heen heb ik geleerd waar mensen echt om komen. De dingen waar mensen nou echt mee zitten. Alleen dat is vaak heel moeilijk om te erkennen, want dat is vaak wat persoonlijker. Je weet zelfs vaak niet eens dat je daarmee zit. Dus dit is best een moeilijk proces. Het tweede waar we op kwamen in ons gesprek is eigenlijk mijn TED Talk. Dat vond ik best wel leuk. Ik weet niet of je het weet, maar ik heb ooit een keertje voor TED gesproken. En die TED-talk ging eigenlijk over dat je moet durven kleine stappen te zetten. Het is namelijk ontzettend makkelijk om groot te dromen. Kijk, wanneer je groot gaat dromen, dan alles kan nog. En alles is mooi. En oh ja, fantastisch. En dan kan je het net zo groot maken als je het wilt. Maar het blijft altijd een soort fantasie. Wanneer je durft klein te denken, juist in minuscule stappen die je kan gaan zetten, dan wordt het in één keer menen. Dan is het in één keer zo tastbaar dat je het bijna niet kan laten om het niet te doen. En ja, dan moet je het eigenlijk wel doen. En dan wordt het in één keer scary. Dus daarom is er veel meer moed nodig om klein te durven denken en nu hele kleine stappen te zetten naar iets wat jij wilt bereiken dan om heel groot te denken en alleen maar te letten op het grote plaatje. Dat is waar mijn TED Talk over ging. En ik heb er ook een heel mooi model voor, wat ik altijd gebruik in mijn workshops en ook in mijn TED Talk, en dat is het volgende. En het is een spel. Dit spel. De opdracht is als volgt. Trek een lijn van A naar A, trek een lijn van B naar B en trek een lijn van C naar C. De spelregels zijn, je mag niet buiten het hok om, je mag niet door andere hokjes heen. De lijnen mogen elkaar niet doorkruisen. En je mag ook niet eronder door overheen. Je mag ook niet één lijn gebruiken om ze allemaal te verbinden. Kortom, je mag niet vals spelen. Je moet eerst een lijn trekken van A naar A. Daarna een lijn trekken van B naar B. En daarna een lijn trekken van C naar C. Dan vliegt het ook even mee. En
en tijd is om. Weet je wat de oplossing was? Heel vaak zijn we geneigd om in ons hoofd proberen dat hele ding uit te denken. En dan kom je niet uit. Hoe je het wel gaat redden is door het te doen. Namelijk een hele mooie zin die ik in mijn TED-talk heb gebruikt. Die niet van mij is, die ik heb gejat van Fresco. En dat is, je bereikt meer door te doen dan door te denken. Ook al doe je maar de helft goed. Geldt ook voor deze. Als je erover gaat nadenken, dan kan je hem niet oplossen. Als je hem gaat doen, heb je hem zo opgelost. De instructies waren namelijk in chronologische volgorde. Trek eerst een lijn van A naar A. Trek daarna een lijn van B naar B. Pas als je dat hebt gedaan, dan zie je de ruimte ontstaan om van C naar C te gaan. Namelijk zo. En dit is hoe het werkt met ondernemen en dit is hoe het werkt met leven. Je hebt eerst stap 1 te doen. Echt te doen, niet erover na te denken, maar echt te doen. Daarna stap 2 te doen. En pas dan snap je wat stap 3 gaat zijn. Heel vaak verzuipen we in enorme plannen waarvan we niet uitkomen en waardoor we niet beginnen. Terwijl de grote truc is dat je begint en als je begint met oplossen, dan gaandeweg volg je het wel uit. Gaandeweg snap je het, gaandeweg ontmoet je andere mensen die je gaan helpen. Komen mogelijkheden op je pad die je van tevoren heel had bedacht. Gaandeweg gebeuren er hele andere dingen die je niet kan voorspellen. Dat is waarom je simpelweg hebt te beginnen. En een beetje naïef hebt te zijn, vooral in het begin, want daardoor ga je het redden. Dit is mijn filosofie qua werk, qua ondernemingen, et cetera. Dit is de grootste tip die ik kan geven. Whatever it is wat jij maar wilt bereiken, in plaats van maar te blijven bedenken hoe je dat zou kunnen bereiken, het hele pad proberen te overzien, durf eens te kijken naar wat is één hele kleine stap die jij vandaag nog kan doen om dichter bij jouw doel te komen. Dat heeft veel meer moed nodig om dat te bedenken en te doen dan blijven dromen. En uiteindelijk, na heel veel kleine stapjes, en uiteindelijk een hele grote reuzensprong. En het mooie is, ik sta nu hier. Mijn droom. Zeg, van mijn droom met voor een publiek staan, voor, met lichtjes. Ze zijn er. En dat is echt zo'n mijlpaal voor mij, dit moment. Maar dat was niet zo geweest als ik niet stamelend voor David had gestaan met gast, ik wil je baan. Leuk om je zo een beetje een behind the scenes te geven van mijn TED-talk van dit afgelopen jaar. Het was me echt wel een ervaring om dat te doen. Echt een mijlpaal in mijn leven, een droom die ik heb waargemaakt. Dus het was een bijzonder moment voor me. Wat ik ook leuk vond aan mijn TED-talk, past ook precies in waar ik het vandaag over heb van kleine stappen durven zetten, is dat mijn TED-talk was een samenkomst van heel veel omstandigheden die belangrijk zijn geweest in mijn leven. Bijvoorbeeld het model heb ik geleerd van Sydney Brouwer. En dat is iemand die me ontzettend inspireert in zijn vak en zijn manier van spreken. Nou, de quote kwam dus van Fresco, een artiest waar ik heel graag naar luister. De methodiek van kleine stappen zetten naar een reuzensprong, die heb ik geleerd van David en Arjan, waar ik eerder mee samenwerkte aan 365 dagen succesvol. Onder meer, mijn manier van praten was destijds heel erg geïnspireerd door Ronald Goedemond en Theo Maassen en al dat soort gasten. Dus cabaret, samenwerkingen, muziek, film, alles komt de hele tijd samen bij mij en alles wat ik doe in mijn leven. En dat komt omdat al die kleine stapjes die misschien op het eerste oog niks uit lijken te maken, niks lijken toe te voegen aan datgene wat jij wilt bereiken, kunnen later in één keer ontzettend belangrijk zijn. En dat is het mooie van het zetten van kleine stappen. Dus de proost van vandaag gaat uit naar al die mensen die me hebben geïnspireerd. Of ze me nou kennen of niet, maakt in principe niet zoveel uit. Proost op hen en het mooie leven uiteraard. En ik zie je morgen weer. Plant deze goed in je hoofd, want dit is hoe het leven gaat. Wij zijn altijd aan het plannen voor A, A, B, B en C en C. En dat is waarom je niet gelijk de oplossing zag, omdat je heel erg druk bezig was met alles te verbinden in je hoofd. Terwijl je ziet het pas, en dat geldt ook voor je leven, als je eerst je eerste stap zet, daarna je tweede stap en dan ontvouwt de derde stap zich vanzelf wel.